Ik ben Hans de Ree. Ik lees voor uit Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 39, vers 12, tot hoofdstuk 41, vers 14. Lofzang op de Heer. Nog meer van mijn gedachten zal ik uitspreken als de volle maan, zo vol ben ik ervan. Luister naar mij, mijn vrome zonen, en bloei als een roos bij een waterstroom. Geur zo aangenaam als wierook en bloei als een lelie. Verhef je stem, zing samen een loflied en prijs de Heer om al zijn daden. Verheerlijk zijn naam en prijs hem met lofgezang, met liederen en citerspel. Loof hem met deze woorden: de daden van de Heer zijn alle voortreffelijk. Alles wat hij beschikt, gebeurt op de juiste tijd. Zeg niet: wat is dit? Waartoe dient het? Want alles blijkt nuttig op het juiste moment. Met zijn woord heeft hij het water bijeengebracht en op zijn bevel werd het in bekkens verzameld. Op zijn bevel gebeurt wat hem goeddunkt en niemand kan verhinderen dat hij redt. Hij doorziet de daden van de mensen, niets blijft voor hem verborgen. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe, niets is onbegrijpelijk voor hem. Zeg niet: wat is dit, waartoe dient het? Want alles werd geschapen om in een behoefte te voorzien. Zijn zegen bevloeit het dorre land als een rivier en drenkt het als een watervloed. Zoals hij water in een zoutzee heeft veranderd, zo zal zijn toorn de volken treffen. Zijn wegen zijn effen voor de vromen, maar vol struikelblokken voor de wettelozen. Het goede werd vanaf het begin voor goede mensen geschapen, het slechte voor zondaars. De eerste levensbehoeften van een mens zijn water, vuur, ijzer en zout, tarwebloem, melk en honing, druivensap, olijfolie en kleding. Dit alles is goed voor vrome mensen, maar voor zondaars wordt het slecht. Stormen zijn geschapen om te straffen. In hun razernij gaan ze tekeer. Wanneer hun maker straft, tonen ze hun geweld. Daarmee stillen ze zijn woede. Vuur, hagel, hongersnood en dood. Dit alles werd geschapen om te straffen. Schorpioenen en adders, de tanden van wilde dieren, het wrekende zwaard dat goddelozen vernietigt. Ze voeren maar al te graag zijn opdracht uit. Ze zijn bereid hun taak op aarde te vervullen. Als het moment is gekomen, doen ze wat hun opgedragen is. Daarom had ik vanaf het begin deze overtuiging, die ik heb overdacht en op schrift heb gesteld. De daden van de Heer zijn alle goed. Hij voorziet op de juiste tijd in elke behoefte. Zeg niet: dit is slechter dan dat, want alles blijkt van waarde op zijn tijd. Zing daarom met heel je hart uit volle borst en prijs de naam van de Heer.